Hallo, welkom bij deze video. In deze video ga ik je laten zien hoe je toer 15 van de Bliss Mandala haakt. Ik heb namelijk gezien dat een aantal van jullie hier een beetje moeite mee hebben. En ik hoop dat deze video jullie een beetje op weg gaan helpen. Nou, laten we beginnen. Ik besef me net dat zwart misschien niet de beste kleur is om dit voor te doen. Maar ik was toevallig met deze mandala bezig. Dus ja, we gaan het gewoon even zo doen. Ik hoop dat door de belichting dat je het alsnog wel duidelijk kan zien. Nou, we zijn hier toer 14 geëindigd en we gaan nu verder met toer 15. En wat we als eerste gaan doen is een halve vast te maken in het volgende stokje. Dus dat is dit stokje. Dus daar steken we de haaknaald doorheen. Halen we de draad op. En door de lus heen. En dan hebben we een halve vaste gemaakt en zitten we in het volgende stokje. Vervolgens haken we 3 lossen. En dat telt als het eerste stokje. En dan gaan we nu nog 12 stokjes haken. Zo, dat was nummer 12. En als het goed is, heb je nu nog 1 stokje over voor het reliefstokje. Dit is het reliefstokje. En hier zit nog een stokje, hier, waar geen steek in zit. En dan zit je goed. En wat we nu gaan doen, is dit stokje en het reliefstokje samenhaken met een stokje en een reliefstokje voor. En hoe we dat doen is als volgt. Je slaat de draad om de haaknaald heen. Je steekt hem in het normale stokje. Haal de draad op. Haal de draad door 2 lussen. En je hebt nu 2 lussen op je haaknaald. Vervolgens sla je de draad weer om de haaknaald. En steek je hem achter het reliefstokje langs. Daarna hou je de draad op. Hou je de draad door 2 lussen. En door de laatste 3 lussen. En nu heb je dus een stokje en een reliefstokje samengehaakt. Vervolgens haken we 3 lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we verder. In plaats van een stokje en een reliefstokje samenhaken, gaan we dit keer eerst het reliefgedeelte maken en daarna het normale stokje. En dat beginnen we om hetzelfde reliefstokje waar we net zijn geëindigd. Dus je ziet hier het reliefstokje en er zit alweer een andere reliefstokje omheen, dus het deel van wat we net hebben samengehaakt. En hier gaan we dus ook weer beginnen. Dus je slaat weer de draad om de haaknaald, steek hem weer achter het reliefstokje van de vorige toer, haal de draad op, door 2 lussen. Je hebt nu 2 lussen op je haaknaald. Je slaat de draad weer om je haaknaald en je steekt hem in het volgende stokje. Vervolgens haal je de draad op, haal de draad door 2 lussen, haal de draad door 3 lussen. En dan ben je klaar, dan heb je dit gedeelte gehaakt. Maar vervolgens ga je nu dan verder met 13 stokjes en dan kom je weer bij ditzelfde gedeelte. Dus ik hoop dat het voor veel mensen nu wat duidelijker maakt. Mocht je alsnog vragen hierover hebben, plaats dan even een reactie in de comments of stuur mij even een berichtje. Via social media, via de e-mail, maakt het allemaal niet uit en dan probeer ik je verder te helpen. Vergeet de video vooral niet te liken als je deze video leuk en nuttig vond. En abonneer op mijn kanaal voor nog meer nuttige tips en tricks. Tot bij de volgende video. Doei doei!